Hoi en welkom bij weer een nieuwe video. Ik ga vandaag met jullie al mijn 5 sterrenboeken van 2023 doornemen. Op het moment is het 18 december. Ik ga nog wel boeken lezen. Het kan zijn dat er nog een 5 sterrenboek tussen gaat zitten. Maar goed, die kan ik dan niet meer meenemen in deze video. Maar daar moeten we het maar gewoon even mee doen. Ik heb op dit moment 120 boeken gelezen dit jaar. Waarvan ik 10 boeken 5 sterren heb gegeven. Ja, eigenlijk meer. Maar er zitten ook rereads bij. Die ga ik niet helemaal uitgebreid benoemen in deze video. Maar van alle nieuwe boeken die ik heb gelezen, zijn er 10 nieuwe 5 sterren bijgekomen. Er zitten er ook een paar bij waarvan als ik nu terugdenk, dat ik denk, misschien 4, 4,5. Maar op het moment dat ik ze gelezen had, heb ik ze allemaal om een eigen andere reden 5 sterren gegeven. Dus die ga ik laten zien. Ik ga beginnen met de series die ik als reread heb gelezen. Want dat zijn deze twee. Ik ben bezig met Harry Potter voor het eerst in het Engels lezen. Dat zijn voor mij allemaal 5 sterren boeken. En ik heb tot nu toe deel 1 tot en met 3 gelezen. Deel 4 ben ik in bezig en daar ga ik komend jaar gewoon lekker mee verder. Dus dat zijn sowieso 5 sterren. En ik heb de hele Glazen Troon serie allemaal opnieuw gelezen. En dat is gewoon 10 sterren. Dat is meer dan 5 sterren. Maar die heb ik dus allemaal opnieuw gelezen. Zijn ook allemaal 5 sterren. Alle 7 of 8. 8 volgens mij. Alle 8 boeken heb ik 5 sterren gegeven. Maar die tel ik dus even niet mee met het lijstje. Dus laten we snel doorgaan naar de andere. Ik heb ze niet op volgorde gelegd van wanneer ik ze gelezen heb. Dus ja, ik ga gewoon kort vertellen waar het over gaat en waarom ik hem persoonlijk 5 sterren heb gegeven. Allereerst, Hier ben je veilig van Kristin Harmel. Dit gaat over Jona. Dat is een jonge vrouw die komt eigenlijk er alleen voor te staan in de wildernis. Dan op een gegeven moment breekt de Tweede Wereldoorlog aan. En zij leeft gewoon in het bos. Het bos is haar huis. Ze heeft ook nooit een bewoonde wereld gekend of wat dan ook. En dan komt ze in het bos, krijgt ze eigenlijk vrij weinig mee van de Tweede Wereldoorlog. Maar op een gegeven moment ontmoet ze mensen en dat zijn Joodse vluchtelingen. En zij helpt eigenlijk die Joodse vluchtelingen om te overleven in het bos. Heel mooi verhaal. Zit ook echt wel een romance verhaallijn in. Maar dat vond ik zelf niet storend. Ik vond hem heel mooi. Ik was dit boek aan het lezen en ik dacht, dit is precies waar ik van hou. Op zich, als je zegt, hoe goed is het? Is het niet per se 5 sterren? Dan zou ik eerder zeggen, is het misschien 4 sterren? Maar ik heb hier zo ontzettend van genoten. Dit is echt precies met schrijfstijl, met onderwerp, met personageontwikkeling. Gewoon alles. Dit is precies wat ik zoek in een boek. Dus vandaar dat ik hem 5 sterren heb gegeven. Volgende boek wat ik 5 sterren heb gegeven is De Groene Mijl van Stephen King. De film is al een van mijn favoriete films. En ja, hij is uitgebracht in een prachtige limited editie. Ik heb hem zelf gelezen in een andere editie, want toen was de limited editie nog niet uit. Maar echt, dit boek, als je de film kent van De Groene Mijl, het boek is oprecht net zo mooi en net zo goed als de film. Met misschien zelfs nog wel een beetje extra lading. Ik vind het zelf niet erg dat ik eerst de film heb gezien en daarna pas het boek heb gelezen. Want het boek geeft net wat meer, maar lijkt er ook wel heel erg op. En met die beelden van Tom Hanks en de andere personages in je achterhoofd, zorgt ervoor dat dit boek veel meer tot leven komt. Voor de mensen die het nog niet kennen, dit gaat over, hoe heet die man ook alweer? Hoofdcipier Paul Edgecombe. Hij werkt volgens mij in de jaren 30, ja 1932, werkt hij in de gevangenis, in de dodencel. En daar wordt op een dag, wordt daar een hele grote, brede, zwarte man wordt daar binnengebracht. Die is ter dood veroordeeld, maar dat is voor een misdrijf die hij niet heeft begaan. En John Coffey, die man, die heeft ook een soort van speciale genezende krachten. En het is gewoon een hele speciale, bijzondere man. En uiteindelijk zelfs de grootste criminelen,
die het ook niet gaan overleven in dit boek, omdat ze dus in een dodencel zitten. Zelfs daar krijg je op een gegeven moment wel een beetje mee te doen. Dat je denkt, oh, dit is echt zo zielig eigenlijk. Ondanks wat ze natuurlijk gedaan hebben. Dus ontzettend sterk boek. Ik vond hem echt heel goed. Las heel vlot. Las heel fijn. Ik heb hem volgens mij zelfs in een dag uitgelezen. Ik kon gewoon niet stoppen met lezen. Zelfs als ik naar de wc ging, dan liep ik echt zo naar de wc. En dat heb ik nooit bij een boek. Dus ja, heel erg van genoten. 5 sterren. Het volgende boek wat ik 5 sterren heb gegeven, toen ik hem net uit de kast pakte, dacht ik, ja, op zich is dit 5 sterren. Ik vind het lastig. Ik ben blij dat mijn moeder dood is, van Jeanette McCurdy. Dit is een memoires. Dit gaat over haar leven. Ze heeft over haar eigen leven, haar eigen jeugd en ontwikkeling geschreven. Vind ik moeilijk om daar sterren aan te geven. Ik heb hem destijds 5 sterren gegeven omdat ik dacht, het is goed geschreven, het is met humor geschreven. Je bent gewoon heel erg benieuwd naar hoe het allemaal gaat, hoe het allemaal zit. Het leest als een trein. Maar toch vind ik het moeilijk om zo'n boek sterren te geven, want wanneer bepaal je, is het 3 sterren, 4 sterren of 5 sterren? Ik heb er in ieder geval van genoten. Ik zou hem anderen ook zeker aanraden om te lezen. Het geeft echt wel een kijk je ook in het leven van een kindster, in de hele Hollywoodwereld, wat voor verwachtingen er zijn, hoe er met je wordt omgegaan, maar ook gewoon een heel stuk parentificatie, waarin zij dus vertelt hoe haar moeder altijd alles voor haar deed, dat ze zelfs toen ze tiener was nog niet eens zelfstandig mocht gaan douchen, dat haar moeder de haren ging wassen en ja. Ik vond het een heel erg sterk boek. Dus vandaar dat ik hem 5 sterren heb gegeven. Het volgende boek is een thriller waar bloed bevriest van Jules Christian. En dit is wel grappig, want dit is een boek waar je van moet houden. Het is eigenlijk een actiethriller en daar hou ik niet heel erg van. Maar ik denk de grote reden waarom ik dit boek 5 sterren heb gegeven, is omdat dit gaat over vader en dochter die samen op skivakantie zijn en daardoor dichter bij elkaar komen. En op het moment dat ik dit boek las, was ik zelf ook met mijn vader op vakantie. Dus dat zorgde misschien voor dat ik hem nog net wat beter voelde. Ondanks dat dit een actiethriller is, is het gewoon echt goed geschreven, vind ik zelf. En wat ik vooral heel erg sterk vind, is dat het geen standaard thriller is met een regisseur met privéproblemen en die gaat een moord oplossen en dat en dat. Daar heb ik ondertussen wel een beetje genoeg van gelezen. Dit gaat juist over vader en dochter die getuigen zijn van iets wat ze niet hadden mogen zien. Vervolgens gaan ze de bossen invluchten en worden zij achtervolgd door de mensen die hebben gedaan wat zij niet hadden mogen zien. En terwijl zij aan het vluchten zijn, vader en dochter komen steeds dichter bij elkaar. Ze hebben ook allebei wat ergs meegemaakt, dat dus een kind/zus overleden is. En ze komen daardoor dus veel dichter bij elkaar. Ze maken een ontzettend mooie personageontwikkeling door. En de liefde voor elkaar die ze hebben, ook de liefde die de vader voor zijn dochter heeft, vind ik echt zo mooi beschreven. Dus ja, dit is veel meer dan een thriller. Het is heel erg spannend, maar ik vind het ergens ook wel heel erg liefdevol. Ik snap waarom mensen hem misschien minder vinden, omdat er nog heel veel vragen onbeantwoord zijn aan het einde. En dat het ook wel een beetje een open einde heeft. Maar ik had daar zelf niet zo heel erg veel moeite mee. Ik heb er vooral gewoon heel erg van genoten. Ik vond hem heel mooi, ik vond hem heel goed. En als je van thrillers houdt, zou ik hem zeker aanraden. De volgende 5 sterren. Ik denk dat bijna iedereen die 5 sterren heeft gegeven. En dat is Fourth Wing van Rebecca Yarros. Ik was hier natuurlijk heel erg bang voor, maar ik vond hem echt, echt heel erg goed. Het is een fantasyboek wat gaat over drakenrijders. Violet wordt naar het Basquiat Oorlogscollege gestuurd. En ja, om opgeleid te worden tot drakenrijder. Maar eigenlijk van de meeste tieners die daarheen gaan, de meeste daarvan overleven de opleiding niet eens, omdat het gewoon een hele gevaarlijke opleiding is. En ja, uiteindelijk moet Violet natuurlijk ook een draak uitkiezen, aan zich laten binden. En ja,
draken, fantasy, goede personages, een romance die erin zit. Ook wel een beetje smut voor mij, echt op het randje. Maar ja, ik heb er heel erg van genoten. Ik vond hem heel erg goed en ik ben heel erg benieuwd naar deel 2. Daar heb ik echt heel erg veel zin in. De volgende die ik 5 sterren heb gegeven is deze. De jongen die zijn vader naar Auschwitz volgde. Dit is weer iets totaal anders. Dit is een non-fictie boek over de Tweede Wereldoorlog. Waar echt iets van... even kijken. Nou, dit laatste stuk helemaal. Dus van bladzijde 367 tot 430. Dit is allemaal naslagwerk, voetnoten... vind ik heel erg sterk als dat in een boek zit. Ik ging hierin met het idee dat het een historische roman zou zijn gebaseerd op ware gebeurtenissen. Maar dit is gewoon letterlijk beschreven wat vader en zoon voor verschrikkingen hebben meegemaakt. Heel heftig. Dit is echt een van de heftigste boeken die ik ooit heb gelezen. Ik heb hem soms zelfs weg moeten leggen omdat ik er gewoon een beetje misselijk van werd... wat er allemaal gebeurt. En dan ook nog eens met in mijn achterhoofd dat dit gewoon echt is gebeurd. Dat dit allemaal waar gebeurd is. Dat dit niet verzonnen is of groter gemaakt dan het is. Of mooier gemaakt dan het is. Of dit is gewoon realiteit van hoe het er in die kampen aan toe ging. En heel heftig. Ik ben heel blij dat ik hem als buddy read heb gelezen. Zodat we er samen over konden gaan praten ondertussen. Want dat was qua therapie echt wel nodig. Maar... als je een heel sterk oorlogsboek zoekt, wat gaat over de Tweede Wereldoorlog, wat echt geen enkel detail daarin schuwt, ga deze lezen. Maar weet wel, het is niet voor tere zieltjes. Je moet hier mentaal echt wel aan toe zijn om dit boek te kunnen lezen. Maar het is echt een van de sterkste boeken die ik ooit heb gelezen. Dus wat dat betreft, 100% een aanrader. Toen heb ik gelezen Parijs in september van Leila Meagam. En ook dit is zo'n boek, net als Hier ben je veilig en Waar bloed bevriest. Op zichzelf staand is het boek niet per se 5 sterren. Ik zou eerder denken 4 sterren. Het is een goed boek, het is een mooi verhaal. De reden waarom ik hem 5 sterren heb gegeven is omdat hij mij persoonlijk gewoon heel erg raakte. En ik las dit boek in de periode dat Fino ziek was en dat ze net overleden was. En ik had gewoon heel erg veel steun aan dit boek. Ik had gewoon, ondanks dat ik niet zo goed kon lezen, heel veel zin om dit boek telkens op te pakken. Weer terug te gaan naar de personages, weer terug te gaan naar het verhaal. En als een boek zoiets voor je kan zijn in een moeilijke tijd, dan vind ik dat ook zeker 5 sterren waard. Ondanks dat het niet per se het allerbeste boek ooit is. Maar ik heb er gewoon, ondanks dat het een vervelende periode was, wel fijne herinneringen aan. Dit boek en de personages heb ik ook echt wel in mijn hart gesloten. Dus ja, ik zou hem ook zeker aanraden om te lezen. Dit gaat ook over de Tweede Wereldoorlog. Maar dan een hele andere kant ervan. Want dit gaat over 5 of 6? 5. 5 jonge Amerikanen die worden gevraagd om te gaan spioneren in Frankrijk. En ze worden allemaal met een reden gevraagd. Ofwel omdat ze vloeiend Frans kunnen of Duits kunnen of wat dan ook. Zodat ze niet zullen opvallen daar. En dan is het natuurlijk hun opdracht om dingen van de Duitsers of erachter te komen of ze te saboteren. En één belangrijke regel is dat zij geen contact met elkaar mogen hebben. Want dan zal het misschien opvallen dat zij spionnen zijn. Maar uiteindelijk gaan ze steeds meer om elkaar geven. En wordt het best wel moeilijk om geen contact met elkaar te hebben. En komen ze erachter dat niet alle Fransen goed zijn en niet alle Duitsers slecht zijn. En ik vond het een heel mooi, heel sterk boek. En ik zou hem zeker nog een keertje willen gaan lezen. Dus 5 sterren. Dan heb ik... 5 sterren gegeven. James Geheim van Marijke Vos. Dit is het 3e deel in de Richwood Hall trilogie. Ik heb hier het meeste van genoten. En de reden waarom ik deze 5 sterren heb gegeven... is niet eens zozeer door het verhaal van James en Iris. Maar meer hoe de hele serie in elkaar zit. Hoe alles uiteindelijk weer terug bij elkaar komt. Hoe het hele verhaal in elkaar verweven zit.
hoe Marijke Vos alles heeft uitgedacht. Dat vind ik echt heel erg goed. Ik vind het een heel goed slotdeel. Daarom heb ik hem 5 sterren gegeven. De serie is echt heel fijn. Heerlijk om te lezen. Ik wist niet dat ik van die een beetje Bridgerton vibes zou houden. Maar ik vond het echt, echt heel erg tof. Ik heb hier echt heel erg van genoten. En ik wil de serie eigenlijk gewoon nog een keertje gaan lezen. Dus ook deze heb ik 5 sterren gegeven. Dan hebben we als ene laatste, ik ben er bijna, Het Weeshuis in de Azuurblauwe Zee van TJ Klune. Dit was mijn eerste TJ Klune boek en ik was eigenlijk bang dat ik hem niet zo goed zou vinden. Want vaak als iets een hype is, vind ik hem niet zo goed. Love it. Dit is echt zo'n boek wat je gewoon vast wil houden en wil knuffelen. Dit was zo fijn. Het wordt omschreven als een cozy fantasy voor volwassenen. Ook al ligt het in de winkels vaak bij de jeugdboeken. Het is meer een cozy fantasy voor volwassenen. En het gaat over Linus Baker. En Linus Baker is een soort van maatschappelijk werker die in weeshuizen moet gaan kijken of alles wel helemaal volgens de regels gebeurt. Dan wordt hij naar het eiland Marcias gestuurd. En daar had je dus het weeshuis in de Azuurblauwe Zee. En allereerst is dat een heel verschil met bij hem thuis. Hij woont waar hij thuis woont. Daar is het altijd grijs, grauw, koud en regen. En dan komt hij daar en dan is het lekker warm. En een mooi strand. En het ziet er allemaal mooi uit allemaal. En in dat weeshuis, daar wonen allemaal een soort van magische kinderen. Je hebt een soort een draakje, een bosnimf, een kwalachtig iets, een antichrist zit er. En die kinderen die... Linus moet eigenlijk van een afstandje dat allemaal gaan beoordelen. Maar die kinderen die sluit hij in zijn hart. En als lezer sluit je het in je hart. En het is zo lief, zo aandoenlijk, zo mooi. Bij dit boek heb ik gehuild, maar dat waren gewoon happy tears. En ik heb niet heel vaak dat ik happy tears heb bij een boek. Ik vond hem zo mooi, zo lief. Ik werd hier echt heel erg vrolijk van. Dus ja, zeker aanraden om te lezen 5 sterren. En het laatste boek wat ik 5 sterren heb gegeven dit jaar is Toen het oorlog was, 1914-1918. Vorig jaar had ik al Toen het oorlog was, 1940-1945, 1939-1945. Weet ik niet, had ik die al gelezen. En dit is een jeugdboek, maar dan echt informatief wat gaat over de Eerste Wereldoorlog. Wat ik heel erg interessant vind, want over de Tweede Wereldoorlog weet ik echt heel veel. Maar over de Eerste Wereldoorlog wist ik eigenlijk heel weinig. Dus ik heb hier heel veel van geleerd. Het is zowel voor jong als oud heel toegankelijk, heel begrijpelijk opgeschreven. Zodat je in begrijpelijke taal leest wat er allemaal is gebeurd. Hij heeft ook een prijs gewonnen. En ja, in dit boek lees je eigenlijk aan de hand van verschillende hoofdstukken wat er allemaal gebeurde in de Eerste Wereldoorlog. Dus je hebt bijvoorbeeld een tijdlijn, hoofdrolspelers, techniek, het leven van soldaten, maar ook hoe het met dieren in de oorlog ging, het einde en daarna, maar ook wat voor sporen je nu nog terug kan vinden van de oorlog. En ondanks dat Nederland natuurlijk neutraal is gebleven in de Eerste Wereldoorlog, vind ik het wel heel erg belangrijk dat ook de jeugd hier wel wat meer over weet. Omdat dit natuurlijk ook weer een hele grote basis legt voor de Tweede Wereldoorlog uiteindelijk. Heel goed boek. 100% een aanrader. Dus, dat zijn mijn boeken die ik allemaal 5 sterren heb gegeven dit jaar. Op zich valt het wel mee. Ik merk dat ik steeds minder snel 5 sterren geef. Als ik nu ga kijken welke boeken zijn nu nog steeds 5 sterren voor mij. Deze misschien meer 4,5. Deze omdat hij gewoon in mijn hart zit. Deze sowieso. Deze, ja, vind ik moeilijk. Sowieso 5 sterren. Ja, deze misschien toch 4,5. Maar ik heb er wel heel erg van genoten. En ja, mijn all-time favorites zijn natuurlijk ook 5 sterren. Dus al mijn 5 sterrenboeken van 2023. En misschien komen er nog wel een paar bij. Want ik ben nog wel van plan om de laatste 2 weken van december nog wel wat leesprintjes te gaan doen. Dus we zullen zien. Ik ben heel erg benieuwd. Welke van deze boeken heb jij gelezen en hoeveel sterren heb je dat boek gegeven?
Wil je een van deze boeken gaan lezen? Of welke boeken heb jij 5 sterren gelegd? Jeetje. Welke boeken heb jij 5 sterren gegeven in 2023? En ja, laat me weten. Dan hebben we hieronder waarschijnlijk ook weer een mooie lijst met leestips staan. Dus, duimpje omhoog als je het weer een leuke video vond. Vergeet niet te abonneren. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei!